Het is de dag van mijn allereerste bestraling. Maar dan denk ik, ja, en nu? Want ik heb nog geen nieuw pakket. Het was heel raar. Nu in de mate dat ik aan het praten ben, denk ik van ja, dat heeft natuurlijk nog steeds wel echt wel wat impact. En ik heb dit gekregen. Nou, na mijn eigen doktersbezoek zijn we ook weer bij de dierenarts. En dit keer niet voor Reggie. Hoe is het gegaan na mijn eerste bestralingen? Zo. Doneren wij aan een kankerfonds. Precies, en ik krijg een opvlieger. Ik zie het gewoon in de camera opkomen. Door mijn idee, hè? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij weer een video. Nou, het is 3 februari 2022. En het is de dag van mijn allereerste bestraling. Bestraling van de 15 keer. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er gewoon weer positief in. Ik ga er gewoon lekker liggen. Even een dutje doen. Nee, het schijnt... Ik ben benieuwd wat je voelt, wat je hoort. Ja. Het schijnt allemaal niet zo lang te duren. Het goed recht zetten schijnt langer te duren dan de bestralen zelf. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien dat de eerste keer even wat langer duurt. Even wat meer uitleggen of zo. Of, misschien kunnen we nog wel wat filmen, wie weet. Maar waarschijnlijk niet als ik er zelf lig. Want dan is alles achter een dichte muur en zo. En die plakketjes, zeg maar, gaan ze die nou vervangen dan? Of? Nee, volgens mij laten ze die gewoon zitten. En als ze denken van, oh, die gaan loslaten, dan kunnen ze hem opnieuw aanstippen of plakken. Maar ze zijn er goed op blijven zitten. Ja, je hebt 2 weken niet gedoucht. Nee, dat is niet waar. Een week. Maar ik heb wel gewassen, jongens. Maar ik durfde toch niet aan om onder de douche te gaan staan. Ik denk, over een week zie ik ze gewoon elke dag en dan kunnen we het beter bijhouden. Ik denk, laat ik me nu maar gewoon even goed met een washandje helemaal wassen en dat ik er gewoon omheen kan werken. Nee, maar nou begrijp ik ook waarom die, waarom je gevolgd wordt door zo'n zwerm vliegjes. Fuck you, echt. Nou, we zijn dus weer onderweg. Het is 10 voor 11 dat ik de afspraak heb. Ze hebben ook gelijk in de kluisjes vitamine D en calcium gezet. Dus die ga ik ook even ophalen. En ik kwam er ook gisteravond achter dat ik nog maar 2 antihormoonpillen heb. 2 Leptrosol. En ik denk echt van, hè? Heb ik er gewoon al 28 op? Dus ja, ik ben zelf ook een beetje in de war. Alsof ik een hele strip kwijt zou zijn of zo. Maar ja, misschien gaat de tijd gewoon veel sneller dan dat ik denk. Maar dan denk ik, ja, en nu? Want ik heb nog geen nieuw pakket. Ja. Dus dan moeten we ook even navragen als ik dadelijk nog geen mailtje heb gehad. Dus moet je me even helpen onthouden. Tja. Dat is niet onbelangrijk. Dat is niet geheel onbelangrijk, inderdaad. Hey, plaats. Hey, dat is lekker. Relaxed. Nou, we gaan parkeren. One down, 14 to go. Yeah. Nou, het was heel raar. Meer omdat je gewoon helemaal niks voelt en ook niks ziet qua lichtje of zo. Alleen in het begin. Ik werd opgehaald, kon ik in een kamertje mijn bovenkleding uitdoen. De rest mocht gewoon aanblijven. Nou, toen liepen we een lange gang door. En daar was de kamer dan met het apparaat. Mijn snipjes zaten nog goed. Dan mocht ik gaan liggen. En dan zie je een soort van groen lasertje. En daar leggen ze je volgens mij dan goed op. Nou, vervolgens gingen zij achter het scherm. En gingen zij eigenlijk... Nou, ze zeiden dat er komt eerst nog een scan. Om te kijken of je echt goed ligt. Dan komt er nog een kleine correctie. Dus dan voel je even een bepaalde klik op de bank waar je op ligt. Nou ja, en daarna gaat gewoon het apparaat een beetje heen en weer. Het apparaat wat je boven je hebt, dat is in een soort van spiegeltje. Dus je kan jezelf zo je borsten zien liggen, zeg maar. Maar dat ding gaat gewoon heen en weer. Maar je voelt helemaal niks en je ziet helemaal niks daarvan. Ik had een beetje zo'n rode laserstraal verwacht of zo. Maar helemaal niks. Dus dat is best wel een rare gewaarwording. Dat is vreemd, hè?
En, maar ja, het was zo gepiept. Ik heb mijn lijstje gekregen met allemaal afspraken. En daar staat allemaal een kwartiertje voor. Dus het is echt gewoon in en out. Stonden we ook al op te wachten, hè? Dus dat ging ook wel heel snel. Ja, en nou, ik mag, in principe mag ik gewoon alles doen, maar niks geforceerd. En ze zegt, ja, en als iets pijn begint te doen, dus bijvoorbeeld ik gebruik een bepaald spulletje om me in te smeren of zo, en dat gaat zeer doen, stop er dan mee. Beetje gewoon boerenverstand. Dus dat gaan we doen. Morgen nog één en dan is het alweer weekend. En dan gaan we de volle week achter elkaar. En, Nou, we gaan, ik heb uit de kluis heb ik mijn medicijnen opgehaald. Of beter gezegd, mijn vitamine. Mijn calcium en vitamine D. En ik ben gelijk even langs de geneeskunde gelopen, interne geneeskunde, om te vragen voor mijn herhaalrecept voor de leedgezol. Dus die ga ik nu even ophalen bij mijn apotheek. Ik wacht hier wel. Ja, ja, alsjeblieft. René is de batterijen halen, de medicijnen halen. En ik heb zitten wachten. En ja, het is heel raar of zo dat voor mij, ja, dat het allemaal zo voorbij voelt of zo. Ik weet niet of dat heel of dat heel afwijkend is of zo. Het feit dat er gezegd is, hè, dat de radioloog, hoe heet zij, Gabriella, ze zei dat het, eigenlijk is ze genezen. En al deze dingen is nog wel, zeg maar, zeer onderdeel van het hele pakket. Maar voor mijn gevoel is het gewoon genezen en zo. En is dit allemaal nog nodig voor het preventieve en natuurlijk voor het zorgen dat het niet terugkomt. En het bestralen klinkt aan zich natuurlijk super spannend. Ik had er graag bij willen zijn, dat vond ik vond het niet leuk dat ik weer niet mee naar binnen mocht. Maar verder is het allemaal een beetje ja, gewoon gezakt qua emotie. En ik ben vooral zeer, zeer dankbaar dat dat René er zo goed doorheen is gekomen en eruit komt. En dat het gewoon binnenkort hopelijk achter ons ligt. Ja, ik heb echt geen idee of René dat ook zo voelt. Nou ja, wel dat natuurlijk dat het achter ons ligt. Maar of het bestralen aan zich nu nog super veel impact heeft in haar traject. Ja, dat het nu dan nog zo zwaar weegt en zo. Maar volgens mij is ze wel redelijk luchtig en nuchter onder. En helemaal nu de eerste keer is geweest natuurlijk. Omdat het inderdaad geen pijn doet en dat je er gewoon nauwelijks iets van merkt. Neemt niet weg dat het natuurlijk nog wel wat kan gaan doen in de toekomst. Dus qua stugheid van de huid en kapselvorming en dat soort dingen. Dus ja, dat is natuurlijk wel super vervelend. En ze mag van de zomer niet in de zon en zo. Nu in de mate dat ik aan het praten ben, denk ik van ja, dat heeft natuurlijk nog steeds wel echt wel wat impact. Dus als partner zijn, dus zeg maar, aan de zijlijn, je krijgt heel veel mee en je praat natuurlijk heel veel. Maar ook gewoon makkelijker om dingen te vergeten. En om dat het een beetje op de achtergrond raakt in je systeem. Misschien is dat ergens ook wel goed. Als je de hele dag nog steeds bezig blijft met er is kanker en met alle mogelijke gevaren die daarbij komen kijken, zeg maar, dan heb je wel echt een hele, hele zware tijd natuurlijk. Ik hoop dat René dat ook zo voelt en anders snel gaat voelen. Het vertrouwen in haar lichaam en het vertrouwen in haar dat het weg is en weg blijft. En nou ja, daar ben ik natuurlijk voor om ten alle tijde daarnaast te staan en te steunen. Dus we zullen toch samen moeten doen. Ja, dat komt zo weer. Zo, ik heb mijn nieuwe medicijnen opgehaald. Ik heb nu voor 3 maanden Letrozol meegekregen en een herhaalrecept. Dus dat is fijn. En ik heb dit gekregen en dat is een koudtablet waarin calcium,
cholecalciferol en vitamine D3 in zit. Takal D3 heet het. Dus die ga ik nu ook in de avond. Ja, in de avond één koud tabletje. Kauwgoed, daarna doorslikken met water. Aanvulling kalk en vitamine. Nou, gaan we doen. Nou, na mijn eigen doktersbezoek zijn we ook weer bij de dierenarts. En dit keer niet voor Reggie, maar voor Mojo. Mojo. Nou ja, Mojo die heeft dat ding met zijn oog. Dat hij dus de ene keer zijn oog niet open lijkt te kunnen doen. En als ik hem dan open doe, dan lijkt die binnenkant van zijn ooglid boven en onder een beetje verdikt of zo. Ja, nu kijkt hij er uiteraard weer goed doorheen. Hè? Ja, tuurlijk. Altijd hè, als je naar de dokter gaat. Maar ik had gisteren zelf had ik Nivea baby sterilisatiedruppels erin gedaan. Dus misschien dat dat geholpen heeft, weet ik niet. Maar toch maar even voor de zekerheid naar laten kijken. Sowieso goed om even na te laten kijken. Hij blaft gewoon echt zoveel meer dan dat hij vroeger heeft gedaan. En gewoon uit het niks. Dat je echt denkt, wat is er? Wat is er aan de hand? Helemaal. Is nu niks, ouder worden. Ja, lekker bekkie hoor. Hé? Mootje? Ben je blij? Knap het. Heel knap, ja. Nou, daar gaan we maar weer. Nou, meneer die heeft een beschadigingetje aan zijn rechteroog. Ja. De dierenarts die heeft even een spulletje erin gedaan. En als iets beschadigd is, dan hecht dat spul daaraan. En dan kon je dus mooi zien dat hij daar een beschadigingetje had aan de onderkant. Iets wat schijnbaar wel opgelost kan worden met een zalfje. Dan moet ik 4 tot 6 keer per dag moet ik dat gaan toedienen. Krijgt hij mooie groene ogen van, zo te zien. Dus ja, dat gaan we dan maar weer doen. Hij verder, ja, zag hij er goed uit. Een beetje die, ja, al die traanbuizen. Het schijnt dat dat ook niet zo goed lijkt te werken bij kort geneusden. Dus dat het er daarom aan de buitenkant weer uitgaat in plaats van via de neus. Hij heeft ook een hele droge neus, maar dat heeft hij echt al zijn hele leven. Maar dat schijnt dus de reden te zijn. Dus dan moet het goed schoongemaakt worden. Dus ja, het is altijd een beetje twijlen met de kraan open. Maar het is wel lieverd. En ja, ze zeiden ook dat het inderdaad zo kan zijn, net zoals bij mensen. Dat ze mentaal gewoon achteruit gaan en een beetje kunnen gaan dementeren. En hij wordt in april al 11. Dus hij is al flink in zijn reservetijd, om zo maar even te zeggen. Dus hij doet het al hartstikke goed. Want gemiddeld worden Engelse Bella ongeveer 8 jaar of zo. En nou, die van mij zijn er allebei overheen. Dus dat gemiddelde wordt weer even omhoog gekrikt. Een hele goede morgen. Het is 5 februari. En kom even in de workshop. Ik ben flink overbelicht. Even wachten. Ja, daar zijn we weer. Bij de workshop van de heer Politi. En ik hoop niet dat ik te hard praat, want ik hoor mezelf wat minder goed. Ik heb even de oortjes ingedaan. Ik ben mijn eigen gehoorbescherming kwijt helaas. Voor nu. Dus ik heb nu even de geluidsoortjes ingedaan. Zodat het in ieder geval iets dempt. En Sergio heeft wel gehoorbescherming. En we gaan even... Althans we. Sergio gaat even een plankje zagen voor het eerst. Ja. Zodat we dadelijk kunnen gaan oefenen met de epoxy. Spannend. Are you ready? Yes. Because I'm not. As far as I can be. Ik ga even aan deze kant staan, dan heb ik beter licht. Ruikt dat wel zo lekker, vind ik. Dat wel, hè? Ja. Hey, de eerste is gelukt! Woehoe! Met baard, hè? Hehehehe
dan moeten deze ook nog even door de helft. Hatsenflatsie. Kijk eens aan. Hey, lekker. Ja? Ja, 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 ja. Is er gewoon een keer wat gelukt? Ja, 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 ja. Holy moly, moet niet gekke worden. Gaat er toch nog wat worden met ons? Ja, het is wel wat we altijd hebben gezegd, hè. Als je eenmaal goed spul hebt om dingen te maken, dan maakt het het werk ook een stuk makkelijker. Dat wel. Maar je moet ook wel goed berekend hebben en goed met het apparaat om kunnen gaan. Ja. Nou, laatste stukje nou weg. Goedemorgen. Hey. Het is zondag. Oh, wat heb je van me? Dit ziet er echt heel raar uit. Ik heb een... Heel anders dan een neus. Ik heb een iets op mijn hoofd. De donderdag en vrijdag zijn voorbij. Dat waren mijn eerste bestralingen. Mijn radiotherapie van mijn rechterborst en oksel. We hebben even een broekje aangedaan bij Jessie Silver, want anders dan wordt het zoveel editen. Hoe is het gegaan na mijn eerste bestralingen? Ik voel me op zich goed. Het is heel gek dat je bij de bestralingen gewoon helemaal niks voelt of hoort. Op zich heb ik ook niet het idee dat ik heel erg vermoeid ben daarvan. Ik was wel wat vermoeid. Ik ben ook even een keer even tussendoor gaan liggen. Maar ik heb niet het idee dat het door de bestralingen komt. Maar gewoon omdat ik gewoon nog steeds best wel slecht slaap. Mijn hoofd gaat zo niet uit. Dat is heel vervelend. We hebben natuurlijk nog best wel veel dingen gaande. Het huis, kunnen we alles op tijd binnenkrijgen. De financiën die erbij komt kijken. Dan natuurlijk mijn bestralingen. Jessie Silver is bijna jarig. Sergio is dinsdag jarig. 8 februari. Dus al die dingen spoken door je hoofd. Gaan we nog wat doen? Uitnodigingen. Die kan wel, die kan niet. Dus uiteindelijk alsnog wel best wel veel dingen dan. En ik wil gewoon graag alles geregeld hebben. Ik ben niet zo iemand die wil gewoon dingen gedaan hebben, zodat ik het uit mijn hoofd kan zetten. Daardoor gun ik mezelf soms wat te weinig rust tussendoor. Maar goed, dat komt wel goed. Ik wil dus eigenlijk zeggen dat tot nu toe de eerste twee bestralingen hartstikke goed zijn gegaan. En ik hoop dat het zo blijft. Ik kan me ook voorstellen dat je meestal na de eerste twee nog helemaal geen klachten hebt. Maar dat het echt... Ik moet er 15 doen, dus ik heb er nog wel wat te gaan. En dat heb ik ook gezien met de chemo. In eerste instantie heb je nergens last van of niet zoveel. En het wordt steeds meer, want het stapelt zich op natuurlijk. Maar we gaan het zien. We gaan er gewoon positief tegenaan. Want ik denk ook dat als je daar niet te veel om gaat zitten zeiken, dat dat ook helpt. Dus dat gaan we doen. Oh ja. Ja, heel goed. Stukken beter. Kom op. Ja, nog een keer. Nog een keer. Oh ja. Ja. Zo, goed hè? Wauw. Goed zo. Nu papa. Nu papa. Ga maar hier zitten. Zeg maar start. Jij bent super zwaar. En nu ga ik op jou. Jij bent super zwaar? Ik ga op jou op. Hou goed vast, hè? Papa goed vasthouden, hè? Dat vindt u leuk, hè? Ah.
Nou, fase 2. Ja, we hebben de planken. Nu moeten we nog een stuk steen hebben. Ja, we hadden wat marmersteen en nog een steen vanuit de keukenzaak die we hebben meegekregen. Dat is composiet. Dus dat is gemaakt, zeg maar. En dat is een stukje marmer van je moeder. En daar hebben we nog keramische tegels. Maar we gaan dus eerst met deze twee beginnen. Ja. En dan gaan we die plakken en dan gaan we epoxy en dan bekisting. En dan, ja. Oké. Ik denk wel dat hij makkelijk breekt, hoor. Denk je? Ja. Ik denk het niet. Dat ding is zwaar ook. Oké. Ik denk wel dat hij wel dus. Ik ga eventjes... Oké, dat was even een test, hè. Ja. Dat is even een test, hoor. Ik ben nog steeds aan testen. Misschien moet je even je bril opdoen, want ik... Doe even je ogen dicht. Oké, die klonk goed. Nou, dat zijn hele mooie stukken. Ja. Toppie! Nou, we hebben besloten om eerst de composiet tegel te pakken. Gewoon van hetzelfde. Ja. Het lijmen gaan we later doen. Ja, want ik moet werken. Dus, Ja, en... En dan hebben we deze tekens dus van de rand. Ja, die gaan we... Een leuke rand maken. Ja. En dan gaan we gewoon kijken. Het is natuurlijk gewoon een experiment. En vooral om te kijken of het ons lukt om tussen die, tussen de stenen door, zeg maar, de epoxy te kunnen laten vloeien. En dat het ook lukt met de zijkanten. Ja. Daar gaat het nu eigenlijk het meeste om. Maar goed, Sergio die moet werken, dus wij gaan hem hier gewoon afsluiten. En dan gaan jullie dit... Ik had net een leuk idee, het schoot me ineens te binnen. Stel dat het nou lukt. Ja. En het wordt een leuk, mooi... plankje voor aanrechten, weet ik veel wat. Stel het nou lukt en we laten jullie een bedrag bieden en dat bedrag wat geboden wordt, doneren wij aan het kankerfonds. Oké. Okay. Gewoon even poef, zo ineens. Ik kreeg Nou, dit is het moment waar ik jou moet laten praten. Ja, precies. En ik krijg een opvlieger. Ik zie het, ik zie het gewoon in de camera opkomen. Door mijn ideeën. En dit zijn de momenten dat ik je ook niet moet vastpakken natuurlijk. Hou jij helemaal vast. Maar goed. Nou, hartstikke leuk idee. Ja? Dus als het wat wordt, dan gaan we dat op die manier doen. Ja. Wat ik wil zeggen, ja, we gaan hem hier gewoon afsluiten. Jullie gaan ze dit zien in de volgende vlog. Ja. Dus vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doei, mijn duimpje-man! Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten voor alle notifications. Yes. Dat zei je collega gisteren van mij, notifications. Ik zei, nee, dat is een leuk woord, die ga ik toevoegen. Dus zet die notifications aan, zodat je weer een berichtje krijgt, zodat je iets uploaden. En dan krijg je alles mee van ons dagelijkse wel en wee. Nou, we zien heel graag jullie reacties. Tot de volgende vlog!